Het is de laatste zaterdag van Deen in Medemblik. Volgende week zal deze dicht gaan en zal die daarna open gaan als een Albert Heijn. Nou, ik ga even kijken hoe de Medemblikkers nog aan het hamsteren zijn nu het de laatste zaterdag hier is. En of ze klaar zijn om dat straks bij een Albert Heijn te doen. Goed, u gaat nog even hamsteren bij Deen? Ja, daar even de laatste week van genieten natuurlijk. Ja, en over 2 weken dan bij Albert Heijn hamsteren? Ja, zeker. Ja, ja, daar bent u wel helemaal klaar voor. Ja, ik bedoel, een tijdje te kunnen voorbereiden daarop. En ja, het is ook jammer dat Deen weggaat, maar ik ben wel blij dat Albert Heijn ervoor terugkomt. Ja, u bent wel fan van Albert Heijn. Ja, ik bedoel, we gaan af en toe ook wel eens naar Albert Heijn voor wat andere producten. En ja, fijn dat het nu wat meer in de buurt is wat dat betreft. En wat vindt u ervan dat het straks een Albert Heijn wordt? Ik vind het heel jammer dat Deen stopt. Maar ja, het biedt weer nieuwe kansen, dus we gaan er gewoon voor. Ja, want u blijft hier wel werken? Ik blijf hier werken, ja, zeker weten. En hoe lang werkt u al bij Deen? 20 jaar. 20 jaar? Dat is best wel lang. 20 jaar, ja. Ik weet ook niet hoe lang het hier eigenlijk al zit. Wel langer? Ja, langer. Volgens mij is het voor 25 jaar op deze stuk. Okay. Ja, want eerst was het ook in de Nieuwstraat eentje natuurlijk. Ja. Oké, leuk. En denkt u dat er veel gaat veranderen? Ja, alles. Ja, sowieso de uitstraling natuurlijk. De uitstraling, we krijgen allemaal een nieuwe look natuurlijk. En een nieuwe winkelformule. Ja. Maar allemaal nieuwe kansen. Ja. En op welke afdeling staat u vooral? Ik sta op de groentafdeling. Oké. Okay. Dus bij de Albert Heijn ook dan straks? Bij de Albert Heijn blijf ik ook op de groentafdeling. Ja, ik zal ook meer van de winkel gaan doen waarschijnlijk. Ja. Oké, ik hoop dat u er wel zin in heeft. Ja, ik heb er zin in, ja. Van mij mag het wel gebeuren. Ja? Spannend. Heel veel succes in ieder geval. Dank je wel. En wat vindt u ervan dat het nou zo meteen een Albert Heijn wordt? Nou, het is wel even wennen. Ik ben Deen gewend. Heerlijke producten ook. Kom je bijna dagelijks. Dus ja, het was wel even schrikken dat Deen weggaat. Erg jammer zoveel jaren. Maar ja, Albert Heijn, we zien het wel. Ja, u komt wel gewoon hier dan nog steeds uw boodschappen doen. Ja, ik woon hier vlakbij, dus ik blijf wel bij al. Ik ga wel mijn boodschappen doen en anders toch even verderop. Gaat er veel veranderen? Ja, er gaat zeker wat veranderen. Kijk, het gaat er allemaal heel anders uitzien en andere producten. Dus de winkel gaat er totaal heel anders uitzien. Alles wordt verbouwd, alles gaat eruit. Maar goed, we hebben er allemaal heel veel zin in. We kijken ernaar uit. Het is raar dat Deen straks natuurlijk uit het straatbeeld verdwijnt. Gek, hè? Ja. Maar we krijgen er iets heel moois voor terug. Dus, dat denk ik ook. En daar gaan we met z'n allen voor de volle 100% voor. Ja, en ik las ook dat dus de knoflooksaus en de bloemenafdeling van sommigen blijven. Is dat hier ook het geval? Ja, ze houden de hele bloemenafdeling. Dus dat wordt net zo mooi als dat het eerst was. En natuurlijk de knoflooksaus. Hè, De knoflooksaus. Die mag niet ontbreken, dat assortiment. Dus dat heb Albert Heijn allemaal overgenomen. Ja. Oké, leuk. Ja, heel erg bedankt. Ja. En veel succes. Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt. Okay, jullie ook. En wat vindt u ervan dat het straks een Albert Heijn wordt? Nou ja, ik denk dat het niet tegen te houden is. Hè. En ze zullen vast wel goede spullen hebben. Maar wij zijn hier zo aan gewend. Tientallen jaren hier naar Deen. Je weet bijna niet anders meer. Nee, precies. Maar u blijft wel hier uw boodschappen doen? Ja, ik denk het zal wel moeten. Ja. Het is voor ons heel dichtbij en ze zullen ook best wel kwalitatief goede spullen hebben. Maar we zijn hier zo aan gewend en dat loop je hier naartoe. En ik denk wel voor heel veel mensen, van ons hoeven ze niet weg.